Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik eigenlijk een beetje een late lente look voor jullie. Ik weet dat bloesembomen doorgaans eerder bloeien dan dat dit filmpje online komt, maar ik had gewoon zin om ze op mijn nagels te tekenen, dus vandaar. Eigenlijk nog een redelijk simpele look om te doen, dus laten we snel beginnen. Ik start zoals gewoonlijk weer met acrylnagels. Hier had ik al een laagje topcoat over zitten, dus die ga ik eerst buffen. Alternatief kan je ook acrylnagels doen en geen topcoat doen, dan zijn ze al ruwer en matter. En anders kan je ook een matte topcoat eerst op je eigen nagels gebruiken. Kan allemaal, als het maar mat is, want op die manier heb je gewoon een stroevere basis om de verf op aan te brengen, zodat het niet zo rondglijdt en glibbert. Want dat is niet prettig. En ik begin altijd qua verven met de achtergrond en dan werk ik in met steeds meer detail en kleur richting de voorgrond. Dus eigenlijk van groot naar klein en van makkelijk naar ingewikkeld. Werkt met verf in mijn ervaring het beste. Ik gebruik gewoon goedkope nail art kwastjes die ik ooit op eBay heb gescoord. En sommige daarvan, de kleinste, heb ik zelf bijgeknipt. En goedkope acrylverf van volgens mij de Action. Er staat geen merk op de tubus, dus het merk weet ik niet eens. Maar in ieder geval, veel heb je niet nodig om nail art te doen. Ik heb er hier trouwens een beetje blauw overheen, over de wit over het blauw heen om wolken te creëren. En daarna natuurlijk de grond. De topjes van mijn nagels waren een soort van blauwe glitterig. Dus die heb ik niet helemaal bedekt, want ik vond het wel bij de look passen. Anders kan je natuurlijk altijd een tweede laagje aanbrengen om te zorgen dat het groen ook goed dekkend is. En dan wat geel eroverheen, gewoon alsof er wat gele bloemetjes zitten. Of half dood glas, dat kan ook. Ligt eraan. Glas vol, glas half leeg, glas half vol. Dat, ja. Het is maar net hoe je het bekijkt. Vervolgens de bomen. Ik ben voor een beetje een lichte tint bruin gegaan. Gewoon omdat ik het wel leuk lenteachtig uit vond zien. En ja, wat ik altijd moeilijker vind bij bomen is, je wil niet te veel detail doen, maar je wil ook niet te weinig detail doen. Als in ieder individueel blaadje, dan word ik net gek. Zeker op nagels. Maar het moet nog wel een boom lijken. Dus ik begin met gewoon een soort van geraamte aan takken. Ongeveer in de vorm waarvan ik wil dat de uiteindelijke bomen worden. En wat altijd helpt, vind ik, is als er wat in de voorgrond staat en ook wat in de achtergrond staat. Dus vandaar, ik heb meerdere bomen gedaan. En allemaal op een andere afstand vanaf de point of view van de kijker. Bloesems zijn gewoon roze stipjes, gewoon lekker makkelijk. Mijn roze verf heeft trouwens wel de neiging om donkerder op te drogen, dus ik ga er daar nog wel mijn wit overheen. Ligt een beetje aan je verf, maar ik vind wel dat als je wit eroverheen doet, ik doe dit terwijl het nog nat is. En daarna dep ik er nog een keer met de kwast overheen om het wit een beetje uit te spreiden. En dan krijg je gelijk meer detail in de bloesem. Weet je, het is natuurlijk te klein om echt blaadjes te tekenen. Maar op deze manier krijg je er toch wat meer diepte in. Ziet er toch wat, vind ik, mooier, realistischer uit. Dan dus die outline. Daarvoor gebruik ik een van die kwastjes die ik zelf heb bijgeknipt. En gewoon heel weinig verf op het kwastje, dat je geen zwarte grote vlekken krijgt, want met zulke pastellerige kleuren, als je dan een fout maakt met outline, dan ga je dat zien. En dat gaat je irriteren. Tenminste, mij zou het heel erg irriteren dan. Dus vandaar, neem hier ook je tijd voor dit soort dingen. Want het zou zonde zijn als je op dit punt de hele nail art nog verpest. Dan is het tijd om de boel goed te laten drogen. En dan de topcoat. Ik gebruik een gel topcoat, dus deze gaat pas drogen als ik hem onder de lamp hou, waardoor ik er dadelijk gelijk rhinestones op toe kan voegen. Zonder dat ik bang hoef te zijn dat die voortijdig opdroogt. Als je gewone topcoat gebruikt, dan raad ik je aan om eerst in delen topcoat aan te brengen en daar de rhinestones over te doen en dan pas de rest van de nagel te topcoaten. Gewoon omdat dat wel gaat drogen terwijl je ermee bezig bent. En dan is de laatste stap alweer. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes van me wil zien, kun je ook abonneren op mijn kanaal. Ik doe meerdere filmpjes per week en de meeste daarvan zijn make-up gerelateerd. Maar nail art doe ik ook 1 keer in de 2 weken. Ja. In ieder geval hoop ik dat het mooie weer nog lang aanhoudt. Vooral zal ik proberen volgend jaar een lente nail art te doen, terwijl het nog lente is en niet bijna zomer. In ieder geval voor nu heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!